de uitbraak van het coronavirus heeft wereldwijd tot ongekende lockdownmaatregelen geleid, waardoor de wereldgroei en wereldhandel zijn gekelderd. Ook België is er niet aan ontsnapt. De horeca en tal van dit essentiële winkels en bedrijven moesten wekenlang gesloten blijven. Volgens onze enquêtes heeft dat de productie in die periode met ongeveer een derde doen teruglopen. Dat blijft uiteraard niet zonder gevolgen voor de groei. De Belgische economie zou in 2020 met 9% krimpen en maar geleidelijk en onvolledig herstellen. Daardoor wordt in 2020 zo'n 50 miljard euro aan welvaart weggevaagd. Bovendien is de kracht van het herstel nog hoogst onzeker. Slechtere scenario's, waarbij de gezondheidssituatie niet onder controle geraakt en er bijvoorbeeld een tweede virusuitbraak komt, of waarbij de vraag trager dan verwacht zou opveren, zijn dus ook niet uitgesloten. Het herstel zou voornamelijk worden ondersteund door de gezinsconsumptie. Enerzijds waren er bepaalde aankopen die noodgedwongen moesten uitgesteld worden tot na de lockdownfase. Anderzijds blijft de impact op de koopkracht relatief beperkt, dankzij bijvoorbeeld het stelsel van de tijdelijke werkloosheid. Bovendien zou de koopkracht de komende jaren opnieuw aantrekken. De bedrijven zien een groter deel van hun inkomen verloren gaan in 2020 en worden geconfronteerd met heel wat onzekerheid. Dat zorgt bij vele ondernemingen voor het uitstellen of zelfs het annuleren van hun investeringsplannen. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen zal dan ook heel wat moeizamer verlopen dan voor de gezinsconsumptie. Er zullen vooral op de korte termijn heel wat banen verloren gaan. We verwachten met name dat tussen nu en de lente van 2021 er zo wat 190.000 werklozen zouden bijkomen. Ook de overheidsfinanciën krijgen een zware klap. In 2020 stijgt het begrotingstekort tot meer dan 10% bbp. Op zich is dat niet zo erg als dat het gevolg is van tijdelijke en gerichte maatregelen ter ondersteuning van het herstel. Maar ook hier zorgt de coronacrisis voor permanente schade. Het begrotingstekort blijft na de crisis dubbel zo hoog als ervoor en de overheidsschuld bevindt zich op een stijgend traject.